Ik gebruik twee wetten. Ik gebruik die ene van hem en ik gebruik die ene van mij. Het is mijn democratisch recht om op plein daar te staan. En als hij wil dat ik vergunning moet aanvragen, dan doe ik dat. Zo niet ga ik nog steeds op plein. Dat heb ik ook duidelijk aangegeven. En hoe lopen de voorbereidingen? Ja ja ja, 100. Heb je veel animo? Heel veel animo. Alles is op zijn plaats. Alles is ik ben echt voorbereid. We zijn samen voorbereid om dit alles te plannen. Praat ik niet alleen over de mensen van de stad, moet je al weten wat er gaande is. Er komen mm. mensen vanaf Java weg, er komen mensen van Komawijnen, er komen mensen van Rango, er komen mensen van Flora, Kwata. Dus ja. Wij zijn van de uh, bezorgde burgers. Het gaat ons erom dat we nou bundelen, samenkomen met elkaar. Um, dat het geen versnipperde acties zijn. Zo so anybody wie Suriname een, 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 een warm hart. Toedraagt en wil dat we naar een beter Suriname gaan werken. Want zoals het nu gaat, werken we niet aan een beter Suriname. Ik heb het al vorige keer aangegeven. We zijn van een rafijn geduwd en we glijden naar beneden. En aan ons als Surinamers om daar een halt toe te roepen. De Surinaamse burgers moeten nu echt hun stem laten horen, want zo kan het niet verder. We hebben heel veel geld uitgegeven. Waarmee gaan we dat terugbetalen? Geld mist. Waar is het naartoe gegaan? Waarmee gaan we dat aanvullen? Hoe gaan de banken dit opvangen? Niemand praat over dat stukje. We hebben geleend, but we've got nothing to show for it. Waar is die groei en die ontwikkeling van het land? Houd de eer aan jezelf, denk ik bij mezelf. Ja. En Pakito, jij zegt dat er veel bijval is. Hoe merk je dat? Nou, elke dag bellen mensen, ze contacten me. Ze willen dat we bussen moeten inschakelen. Maar Zo daar... erg is het. Maar daarvoor heb je geen geld. Nou, er zijn bussen die me helemaal geen geld vragen. De maatschappij heeft Nu hebben ze gezegd van Pakito, toe, midayo bakka adi dati. Dat betekent, ze zijn al moe van het bestuur, want er wordt niet geluisterd. Want dat is het probleem hier. Er wordt niet geluisterd naar belangrijke mensen. Sommige mensen denken dat ze belangrijk zijn, maar ze zijn niet belangrijk. Ik noem belangrijke mensen, leerkrachten, politieagenten, brandweermannen, bushouders, um, um, boten... Echt, dit soort gasten zijn doktoren en artsen. Er moet meer aandacht gestopt worden in, dit, uh, in deze mensen. En nu zeggen ze van, hé, hey, weet je wat? Ik ben blij dat iemand is opgekomen met zo'n plan. En ze komen ondersteunen. Vroeger werden er ook demonstraties gehouden. Iedereen op Facebook, heel enthousiast, maar ja. eindstand kwamen er weinig mensen. We hebben altijd mensen gehad in ons pad die hebben gezegd, we moeten ze betalen om bepaalde dingen te doen. Nu zit het, het omgekeerde. Het is nooit zo gebeurd dat ze hebben gezegd van hé, Fokker, joh, maar in een game zo een moet je game moneren. Ik kan een bus voor je rijden, maar E50 hoor, 150 SRD. E, ik kan een daf trek, maar 300 SRD. E, dit je kan regelen, maar je moet me betalen. Er zijn nu mensen die komen naar ons om te zeggen: "Ik bied je dit aan." Dat betekent ze kunnen ook niet meer. Ze voelen het in hun zak. En dan, daarvan, ik heb leerkrachten die gewoon verlof hebben genomen die dag. En ze gaan komen. Ja, en het feit dat mensen bang zijn, vooral ambtenaren, om de straat op te gaan? Nou, de ambtenaren zijn bang en niet bang. Je moet nagaan: geen enkel ambtenaar houdt meer van een regering dan zijn familie. Want het salaris dat ze verdienen is bijna twee weken op of anderhalve week is hun salaris al op. Alleen belasting geldt al meer dan hoeveel procent? Begrijpt u? Dus nu zeggen ze alles of niks. Zulke ambtenaren heb ik nu, mevrouw Bimla. Ik heb die ambtenaren die niet meer denken: van eeuw, hey, weet je wat? Zelfs als ik horsel, verdien ik meer dan mijn salaris nu. Zulke ambtenaren komen naar ons toe: van eeuw, hey, we komen gewoon. Ja, dat zullen we zien hoe ze het draaien. Want zonder ons zijn ze ook niks.